Inksmijters wordt mede mogelijk gemaakt door Inkskin Supply. Welkom bij Inksmijters, de tattoo podcast van Nederland. Mijn naam is Andy van der Pol. En ik ben Jan Otijn. Samen verkennen we alle hoeken en gaten van de tattoowereld. Wil je niks missen? Abonneer je dan nu op Inksmijters. Nou, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Inksmijters en een nieuwe bril. Vandaag was ik wel nodig. Wilco van Black Needle Tattoo Shop in Bokstel. En te gast ook Toon Wallace van Thames Tattoo. In Vlijmen. In Vlijmen. Dus heren, welkom. Dicht bij elkaar, hè? Voordat we beginnen, dit vond ik heel mooi trouwens, want we vroegen natuurlijk wat ze wilden drinken. En Koutje die zegt, doe maar een slagroom, choker maar op een slagroom. Dus bij deze had maar dan mag er niet Shankies in, hè? Maar dat mag en een lekker cadeautje gaat, Shankies Wip. Dus ik heb het geproefd, het is in ieder geval heel lekker. Dank jullie wel, jongens. Dus graag gedaan. We gaan even deze inschenken voor jou. Nou, okay. Dan begin ik even met Toon gelijk. Ga jij maar met Toon beginnen. Want jij zit Godverdomme. Hatsje. Kijk, dat natuurlijk. Hoppsie! Het moet snel zijn, hè? Oké, jullie welkom. We gaan beginnen. Thames Tattoo in Vlijmen, je zit er al een aantal jaren. Nou had ik het er op de heenweg nog even met Andy over. En ik weet helemaal niet of dat het klopt. Maar ergens in mijn hoofd heb ik dat waarschijnlijk ooit eens een keer in de Tattoo Planet gelezen. De naam Thames komt van Jack Dempsey. Ja, van de bokser. Wat is die scherp, heb niet? Ja, nee. Scherp. Maar had het ook niet iets met jouw heer te maken? Ja, mijn vader die was bokser. En toen had iemand op het plein, die had mijn moeder een klap gegeven. Of die had ruzie met mijn moeder. En de eerste bokswedstrijd met Jack Dempsey. En die sloeg in de eerste ronde knock-out. Die bokser die sloeg de tegenstander knock-out. En s'avonds, daar hadden we maar één televisie in het dorp. En mijn vader die liep over het plein in en die zag die kerel die mijn moeder iets had gedaan. En die sloeg die ook in één klap knock-out. Uh-oh. En zo had hij de naam gekregen, Pieter Nems. Van de bokser, wel. En zo is die naam erin gebleven. Ja, voor mij heb ik dat ooit eens een keer in een artikel van jou in de Tattoo Planet gelezen. Ja, weet je, ik weet de verjaardag van mijn kinderen niet eens onthouden. Nee. Maar dit blijft schijnbaar wel hangen of zo. Ja, dat blijft zeker hangen. Ja, jij hebt geen reet dan. Weet je, bent ook. Ja, ja, bij die jongen ook nog, ja. Kijk, het is handig als je ooit triviant gaat spelen, maar daar zal je niet in zitten waarschijnlijk. Dus, zijn neus zet nou op zijn schouders. Ja, kom zo even terug op jouw shopje ook weer. We gaan even naar Wilco. Yeah. Black Needle tattoos in Bokstel. Ik ken jou, want ik heb zelf bij Jimi Hendrix gewerkt, waar jij zat met Frank. Klopt. Veel geleerd van je. Ah, dankjewel. Met dingen, de Mickey Sharp machine die ik nog had aan mij en al zijn dingen. Hè? Ja. Dus, hey, hoe gaat het? Hoe lang ben jij bezig, Wilco? Jij bent al 25 jaar nou. 25 jaar? Ja. Oh, dus wij zijn een beetje... Jij komt net naar mij. Ik dacht, jij langer bezig. Nee, bezig. Ja, 25 jaar of zoiets, denk ik. Nee, ja. 25 jaar of zoiets. Dus, Hey, het gaat goed. Ja, niet te klagen. Ja. En dan moet je dat niet doen, hè. Een beetje klagen mag, hè. Niet te veel, hè. Ja. Jouw shop zit in Bokstel. Ja. Druk? Ja. Ja? Ja. Wat zijn dingen die je veel doet? Alles. Ja? Ja. Alles doe je? Alles. Allround, portretten? Alles. Ja, dat was toen al, hè. Ja. Dat was toen al, ja. Ja, ik heb lekker ooit al die tijd één keer iemand weg moeten sturen. Oké. Okay. Ja, die wou iets hebben wat eigenlijk onmogelijk was. Maar verder is alles gewoon gedaan. Ja, en wat was dat? Dat was een, hij had een boek bij met slangen erin. Ja. En hij wou precies exact die slangen hebben. Precies. De kleuren, helemaal exact. Ja, ja, ja. Dus ja. Ook de kleine schubjes, die waren zo groot. Maar dat was gewoon niet haalbaar? Of nee, dat was niet haalbaar. Ja. De schubjes, daar kreeg je zelfs niet met een 0,5 stiftje overgetrokken. Dus dat kreeg je sowieso niet met een naald. Ja. Ook als je een single naald, dan gaat dat gewoon nog niet. Op zich wel apart, weet je. Want in principe zie je dat niet zoveel. Dat tatoeëren zich alles doen, vind ik. Persoonlijk, weet je. Ik doe het zelf ook niet. Weet je, want ja, je bent maar in een aantal dingen goed. En ik hoef geen portret te zetten of iets. Moet zeggen, Hendrik zei altijd van, je moet zorgen dat je niemand weg hoeft te sturen. Ja, ah, oké, maar is gelukt. Ja, is gelukt. Ja. Ja. Dus, zit je alleen te werken daar? Nee, ik heb Noes bij mij zitten. Noes, ja. Er zijn dan een leerling heb ik er nog bij zitten. Dus ja. Nou, flow manager? Ja, ook eentje. Ja, dus die doet ook een beetje meelopen zo allemaal. En hoeveel dagen ben je open in de week? Maandag tot en met zaterdag. En woensdag zijn we dicht. En bijna vakantie. Ja. Ah, en dan gaan we daar weer verder, hè, met dingen zoeken, hè. Ja, gaan naar Thailand. Zo met Toontje natuurlijk. Met onze Toon samen, de familie, hè? Natuurlijk, hè. Ja, ja. Lekker eten, hè. Toon is pas 10 kilo af, anders kan er staan bij. Nou, dus, slechter gaan.
Printer gaan. Hey, kan dus, in jouw shop werken alleen? Of, met mijn zoon, hè? Elvin en mijn vrouw. Ja. Die zit er ook altijd bij, wel altijd gezellig. Nooit zeg, geen een ruzie. Familiebedrijfje. Ja, nooit geen ruzie, altijd gezellig. Ja. En houden we zo dan, hè? Ja, maar dat is ook wat waard. Daar hadden we wel eens eerder over gehad. Ja, ja, maar ik zie heel veel shops. En naast altijd, als er veel meer mensen werkt, altijd problemen. Weet wel, en we hebben nooit geen problemen. Heb je dat expres gedaan? Of? Ja. Ja? Want ik heb er overal wel gezien. Zo in die shops door de jaren heen. En het is overal een hoop gezeik. En wij hebben nooit geen ruzie. Hey, je maar ik geef mijn vrouw altijd gelijk. Ja, cadeautjes. Nee, maar je merkt wel vaak, weet je, met shops, dat op een gegeven moment, als een bepaalde shop ook even populair wordt of zo, dan komen er veel artiesten werken en zo. En, maar op een gegeven moment komt er weer een andere shop die wordt populair en dan zakt het weer in. Ja, dus maar in principe, jij hebt waarschijnlijk al lang een zekerheid, omdat je al lang open bent. Weet je, dus je hebt je klanten toch wel en de mensen. Dus, Ja, maar dat geluk moet hebben. Ja, dat wel. Ja, maar ja, goed. Aan de ene kant geluk, maar aan de andere kant, ja, je verdient het ook zelf natuurlijk. Ja, je hebt er wel voor gewerkt. Ja, het is niet dat je anders komen waaien. Ja, je krijgt niks voor niks. Nee, niet echt. Je moet ook iedereen waarderen natuurlijk. Ja. Hè? Het zijn wel degenen die jouw huis betalen, bij wijze van. Ja, dat is ook. Ja. Maar het is ook zo, weet je. Dat vind ik ook wel leuk, weet je. We zien elkaar nu weer eens. Vroeger was het natuurlijk meer. Daar hadden we het straks nog even over. Ja. Op conventies, weet je, kwamen we elkaar altijd wel tegen. Ja, dat is altijd gezellig. Want ik had met jouw vrouwtje erover. Ik heb jou dan leren kennen. Nog niet eens persoonlijk, maar dat was toen de tijd bij die Bakkenbaardenclub. Ja. Dat had ik in de Panorama gelezen. Ik dacht, oh, daar word ik lid van. Vet, weet je. Ik kan eindelijk lid worden van een club waar ik niks voor hoef te doen. En toen zat ik zo te scrollen. Hè. Toen stond er eentje bij met mijn oriebakkenbarden. Ja. Wat is dat dan? Toen was jij. Of? Ja, en die groeide niet. Hè? Die groeide bij mij niet. Nee, maar ze zaten ik kwam ook bij die club. Ja. Dus zeg me aan dat weer. Daar ben ik mee begonnen toen. Ja. Hè, met die bakkenbarden. Ik kom nooit op de roze pagina natuurlijk. Want als je ze eraf scheert. Ja, heb ik ook afgestaan. De roze pagina. Ja, ik was een aan het tatoeëren. Een homo. En die had de foto Ton, dat mag ik niet meer zeggen, hè, Ton? En Hier maar alles zo. Natte truffels. Natte truffels. Ja. Ja. En wij stonden tussen een paal, een zaal. En had je foto gemaakt. Leek net dat ik van achteraf zat. Zo. En de volgende dag stond ik bij hem op de pagina, op de ras. Dat is nice. Ja, dat heb ik best wel een plattebouw. Ja, het was niet op de vagina. Nee. Ja, maar ik stond echt. Ik zag die foto. Ligt net ook om zo van achter. Ja, maar toch. Weet je, die conventies doen de tijd. Weet je, ook, ik kwam je ook veel Breda tegen. Zo. Ja. Ja, jij zei Rotterdam de eerste paar keren. Zo. Ja. Het waren wel leuke tijden, hoor. Ja, super. Toen was het ook inderdaad nog. Want zo leer je elkaar allemaal kennen. Want je stond met iedereen te lullen. Biertje erbij. Happy. En daar vind ik het jammer van voor de conventie. Nou ja, ik weet niet of ik het mag zeggen. Ik zal misschien ook tegen de hoofd aanstoten. Aan mijn koptelefoons op werken. Ja. De gezelligheid is weg. Ja. We hebben het net nog over hadden. Kan nat spuiten. Gezellig. Misschien komen ze dus wel met de klant. Die heeft er ook een op. Hè? Dus dat ze natuurlijk samen. Nou, maar ze is de beuze die je microfoon zag. Ja, maar ik snap al wat jij bedoelt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat was de laatste beurtje waarmee we hebben gemaakt. Dat is geweest. Rotterdam, denk ik. Nee. 1812? Nieuwegein. Toen werd het met jouw motor rust. Oh, ja, heb ik jullie gezien. Ja, toen kwamen wij aangelopen en ze staan zo net aan te kijken zo van wie dat je bent. Ja, ook nog een keer. Ja. Toen dacht ik, maar jij lag nu in de luis, waar ik al bezig. Dat was de laatste van jullie. Ja. En dan zie ik bijna aan mijn koptelefoons. Maar waarom? Ja. Een beetje afleiding is leuk natuurlijk. Ja. Als jouw klant komt. Ik zat want dat zullen jullie ook meegemaakt hebben. Dat klanten van jullie komen kijken natuurlijk. Ja. Dan moet er een beetje mee communiceren toch? Neem ik aan. Dat is ook leuk. Ja. Ja, maar het is toch de hele ervaring die je naar een klant biedt. Weet je? Ja. En of het nou, kijk, wij hebben het ook, weet je. Soms hebben gasten wel zoiets van, dan zitten we naast elkaar en dan zijn we fucking druk. Ja, weet je, dan eigenlijk wat dikke Dennis zei, weet je. Ja. Als ze op een gegeven moment komen van, joh, die tattoo die is niet helemaal best. Ja, maar je hebt wel een leuke middag gehad, toch? Ja. Kom je daar op mijn weg. Ik had de laatste jaar de ex zoiets van, ik neem gewoon mijn eigen klant voor het mee. En dan die geef ik gewoon bij korting. Maar ik zeg wel tegen die klant van, luister, houd er rekening mee dat ik ook bij rond ga lopen daar. Ja. Heel simpel, want dat wil ik ook zien. Ja. Ja, zo is het toch? En zo ziet ook oude collega's terug, toch? Ja, maar zo kwam je vroeger ook altijd natuurlijk aan tips of zo, weet je? Ja, op een gegeven moment dan liep je langs jou en zei, waar zit jij mee te werken? Ja, die machine, oh, vet. Ja. En zo, of hoe doe je dit nou? Ja, maar ik heb er ook wel eens gehad dat ik zonder kijken ze met de rug naar toe gaan zetten, hè? Ja. Dat heb ik ook wel eens gehad, hè? Hey, Wilco, gaan we eens even 26 jaar terug? Ja.
Toen ik thuis in de schuur bezig was. Was je toen in de schuur bezig? Ja. Maar hoe begon je? Ik bedoel, want jij wilde... Thuis in mijn schuur. Ja, nee, maar ik bedoel, je wilde tatoeëren. Je had... Van kinders waren toen deed ik eigenlijk al heel veel tekenen, zeg maar eigenlijk. Ja. Neven van mij die kwamen binnen, die waren helemaal getatoeëerd. Ze gingen die papieren ging er nakijken. Ja. Vroeger hadden jij nog op het zand bij ons, dat Doc Tony geloof ik, heette die man, dat weet ik niet precies. Tony IJsselstein. Dat is in Den Bosch. Ja, ja, en die had dan zijn luxe flex een beetje open. En die ging er zin met papieren, ging ik proberen zoveel mogelijk na te tekenen. Ja, daar ben ik ook een keer weg moeten lopen, dus ik maakte nou zat. Maar dat mocht ik toen niet, hè. Dus ja. We hebben het ook over gehad, hè, over die Tony van IJsselstein. Jimmy, die had er ook. Ja, de Jimmy heeft er veel mee gehad. Ja. Ja. Daar kan ik me eigenlijk wel herinneren. Ja. Dus jij hebt er ook veel aan gehad? Om die, Ja, stiekem kijken bij hem. Ja. Oh, ja, toen begin ging mijn broer naar binnen, die zijn eigen tattoo. Toen ben ik meegegaan, zeg maar. Onvermijdelijk zijn een keer geweest. Ja. En ja, en op een gegeven moment, op school, mijn schrift stond meer vol met tekeningen als met mijn huiswerk. Er is ook al gezeten, er wordt nooit niks met jou. Dus, Die tattoo Karel ook niet bij Tony? Ja, wel. Er heeft ook een Engelsman gezeten, waar ik me eigenlijk kan herinneren. Karel die overleden is, bedoel je? Ja, Karel. Ja. Van Duinen. Ja, Van Duinen. Ja. Ik dacht dat hij er ook zat hij daar ook bij? Ja, dat weet ik voor mij ook wel. Iets moet ik de podcast even terugkijken. En dan heb je nog Doc Tony gehad, in Nieuwstraat bij ons in Den Bosch. Zet er ook nog eentje gehad. Maar jij kon nog niks. Ik bedoel, jij keek alleen maar en toen dacht je van nee, maar dit wil ik zelf ook. Hier ging je machine kopen. Hoe kwam je er aan? Nou, veel zoeken. Op een gegeven moment, mijn broer had een kaartje in zijn zak zitten. Van een of andere leverancier. Die zat toen nog in, hoe heet dat nou? Almere? Vlakbij Horen. Ja, vlakbij Horen zat je toen. Dat is niet Meloor? In de polder. Nee. Ja. Ja, die had die tatenbeurs meer gehouden in de polder. Hoe heet dat daar ook weer? Flevo? Nee, het zat vlakbij Horen daar ergens in de buurt. Ik ken niet hoe heet dat nou toch? Was die tatenbeurs altijd? Nee, zat in Almere. Ja. Nee, ik ken niet met de naam komen in ieder geval. Gideon ook niet, denk ik. Nee, toen. Die met die verf, toen dat die... Hij toen samen met die inkt en zo gedaan met die andere dat er goed gekeurd zou worden. Ja. Toen die tijd. Zat hij toen ook mee in toen. Was dat? Dat was al die beurs. Vind ik even leuk om te weten wie dat is. Ja, misschien daar kwam binnen. Ja. En toen kocht ik mijn eerste machine. Toen ben ik naar huis en ik had een computer erbij gekocht hoe dat moest. Weet je nog wat voor machine? Ja, was van hun zelf. Die deden hun zelf maken, zeg maar eigenlijk. Heb je hem nog? Ja, ik heb alles nog. Ja? Ja, ik heb alles nog in. Zoals ik het heb ik het nog steeds allemaal. De inkt en alles heb ik nog gevallen. Ja, echt? Ja. Doe ik ook niet weg. Ik zet het. Ja, mooi. Dus heb ik een busje. Dus ik begon de boekje te blaaien. Toen zei ons Tony. Dat gaan we niet doen, zei hij. Boekje tegen beginnen. Ja, ik wist niks. Dus op een gegeven moment een ding word ik nou normaal, zeg maar, een uur kan over of zo, anderhalf. Ja. Ben ik er 4,5 uur bezig geweest. Met zweet zo langs mijn kop af natuurlijk. Hè? Ja. Nou, zo ben ik eigenlijk begonnen. En toen langzaamaan, Henry toen gedaan, zeg maar eigenlijk. Maar wanneer was het echt dat je dacht van, nou ken ik wat? Toen ben ik naar de beurs toe gegaan. Was Nijmegen toen niet uit. Ik ken nog herinnerd Nijmegen in het Tattoo Club Holland. Ja. Bij de jongen had ik een kooikaart gezet en wij gingen gewoon kijken. Maar zat je toen al bij Hendrik? Nee, toen nog niet. En zo gingen wij daar naar binnen toe en we waren die jongen kwijt. Ik en mijn broer. Waar is hij nou toch, weet je wel? Ja, zie ik hem in één keer op het podium staan. En toen werd hij derdes. Oh, echt? Ja. En toen was pas een maand of drie bezig. Nice. Ja. En toen zei de Hendrik tegen mij, de volgende prijs win ik bij mij. Ja, dus ja, zo doe ik met de Hendrik komen toen. Ja. Dus die Hendrik was ook aan het werk daar? Die werkte daar wel en die was ook veel aanwezig, zeg maar. Eigenlijk. Dus. Ken die hem al? Ja, ik kon Johnny kon dat vroeger bij mijn broer in de klas gezeten. Oké. Ja, dus dat was een makkelijk ingang? Ja. Ja, tenminste, je moet wel kennen natuurlijk. En toen ben ik uitgenodigd om te komen kijken bij hem. Dus dan ben ik zo ben ik er eigenlijk ingerold. En daar heb je heel wat jaren gelopen, hè? 14 jaar. Ja. Was een goede samen shop. Frank, ook, ja, met Frank samen gezeten, goede... zeg maar eigenlijk. Ja. Hè? Dus, Frank in dezelfde tijd. Frank zat er eerder als mij. Ja. En bij jou? Wanneer was dat bij jou? Slagroom zat om, jongens. Buiten het feit omdat je het erin karft en hakt. Ja. Hoe ben jij begonnen met tatoeëren, Toon? Ja, ook in de schuur. Of eerst ben ik begonnen achter in de kamer. Ik werd nog een jongen. En dat was, nu vergeet ik nooit maar. Ja, ik die naald niet goed vastgezet op de troep. En ik kon hem nog kwijken. Hij kwam boven me boven de lampen. Zo, die moet ik vastzetten. Die voor dicht. Mij hebben we het allemaal al een keer gehad, hè? Zo ben ik begonnen. Toen naar het bijenhak. En toen mijn schuur helemaal omgebouwd. De schuur. Toen mijn eerste shop. En toen de shop daar ik nou zit. En met mijn zoon. Dus ja, mooie tijd. Mooie tijd, ja. Ja. Ik herinner me die jonge nacht. Niet in zijn vinger. Wat zeg je die? Ik herinner me die jonge nacht. Die kan zijn vinger met die naald.
Die jongen met die naald? Ja, die naald. Dat je niet goed in zat. Ja. Oh, ja. Die jatste in zijn vinger, jongen, eigenlijk waar. Ja. Jij vertelde, ik heb het in het begin ook een keer gehad met een jongen. Dan was ik misschien een steek op zijn rug aan het zetten. En toen tatoeerde je nog niet zo heel veel. Ja, ja. Dus toen tatoeerde ik eigenlijk nog gewoon met de tube op de huid. Ja. Ja. En die jongen zat op een gegeven moment echt zo van... Het doet zozeer. Ja. Ik zit die zit in Jan Keel. En op een gegeven moment kijk ik toevallig zo. Ik zo de tering. Dat ding stak er bijna een centimeter uit. Die hele tjoep van achter. Ja, als van die weerhaken hadden die huid helemaal mee ziet dingen. Ik was gewoon een ruggenprikkel te geven volgens mij. Op een gegeven moment ging ik met een duim boven die naald heen. Gaat zoals nu uit de verpakking dat er al een weerhaken aan zou. Dus om te geven, wij hebben geen eelt op onze handen. We zijn nog erger dan vrouwen. En dan ging ik eroverheen en dan voelde ik of er niks aan zat. Ja. En dan was je goed. Ja. Dus deed dat veel? Ja, tuurlijk. Altijd checken je namen? Altijd, ja. Loepje? Ja, loepje erbij. Ook met een loepje, ja. Ik dacht, voel ik er nou wel of niet, dan vind ik een loepje bij. Ja, maar het blijft nog steeds. Je hebt het laatst met die kaart ook nog eens een keer gehad. Helemaal. Ja. Wat een... Die zijn gewoon achteruit aan het gaan. Dat is niet normaal, man. Maar ook de Magic Moon alles. Magic Moon vind ik nog steeds goed. Ja, maar daar heb ik nog geen probleem mee. Ik heb van de week gewoon kaart eens gehad en ik ben vlieg gewoon de naald eruit. Ja, die ontploft gewoon. Ik heb gehad dat hij gewoon ontploft. Een elastiek. Ja, het is net als er wordt er zoveel verkocht natuurlijk. En nou laten ze maar gewoon gaan. Denk kwaliteit is er niet. Het is net als daar niet meer op letten. Ik heb met die. Maar dat is die ene machine die Martin Pintos die ik gekocht heb. Ja. Die slaat zo gruwelijk uit. Als ik een bijteltje doe, kan ik gewoon de tegeltjes in de badkamer afhalen. Ja. Maar daar heb ik op een gegeven moment zo'n adapter in gedaan. En dan de cartridge. En ja, weet je, als ik lekker aan het tatoeëren ben. Het duurt 5 minuten en dan pof, dan is die kaart er iets over midden. Maar als ik hem met een gewone naald deed in een tube, dan op een gegeven moment dacht ik, toef, ik denk, wat gebeurt er nou? Joh? Maar dan was het je grommetje, die grommet, die was gewoon helemaal doorgesleten en dan bracht hij gewoon je naald dwars door midden. Goeie spel. Ja, weet ik ook voor het vinden met die naald, zeg maar, vroeger als jij gewoon jouw oude grips had, en dan ga je met een 3-naald werken, dan ga je meestal in de grip van 5 zitten. Ja, precies. Dan voel je lekker die inkt aan. Ja. Maar nou is het allemaal net... aan, zeg maar eigenlijk. Er zit bijna geen speling op. Heel vaak om een naalde buiken om ze goed te kunnen krijgen. Hij neemt minder inkt op, hè? Ja. Hij neemt ook veel minder inkt op. Ja. Klopt, ja. Als je hem in, waar jij zegt, die diamond tips had. Ja. En je legt hem erin en je legt hem in een 5. Weet je wel, ja, hij ligt toch vast. Mooi in dat hoekje. Maar hij nam echt, hij zorgde hem helemaal vol. Ja, en nou is het maar net aan zo. Ja. En ja, vroeger kon ik gewoon een flinke goede lijn. Wat gebruik jij dan voor machines op dit moment? Ik werk met de Cheyenne gewoon nog steeds. Ja, oké. Geen coils meer of iets in die richting? Nee, heel af en toe. Als jij er zin in hebt. Ja, precies. Ja. Ik heb zo'n, hoe noemen ze dat beestje? Dat beest? Huh? Even kijken. Die Flux. Ja, die is goed. Ja, die stop. Die is gewoon de beste machine die ik ooit in mijn leven heb gehad. Daar werk je bij alles mee. Werk mijn zoon ook mee. Ja, we kunnen alles instellen. Ja, soft shading, color, alles zit in één machine. Dat is gewoon... Nou, ik heb één keer een goede machine gekocht in Thailand. Goh, dat klapt, jongen. Ook een rotary. Bijna hetzelfde als Cheyenne. Ik heb er ook eentje. Geeltje? Nou, dat is niet €100. Ja. Nou, dat is duur voor thuisbeginnen natuurlijk. Ja. Maar jongen, dat is gewoon niet normaal. Hè. Er zit een kracht achter, jongen. Dat is, als ik dat zwart... jouw armen. Was een rotary of een rotary? Ja. Nee, dat is gewoon niet normaal, jongens. Ja. Plus een Cheyenne, die draaide ik hier. Ja. Dus als geen Cheyenne was vast, dan heb je wel zijn neiging om terug te tikken. Ja. Nou, deze niet, want er zit die knop, zeg maar, als je bijvoorbeeld... Een Cheyenne zit namelijk hier, maar hem draaide ik hier. Dus aan de achterkant van de grip. Dus je kan niet terug tikken. Hou me eens even vast, dat ding. Ja. Nou, nee, dat kijk ik niet tegen. Als je mij moet vastzetten, dan we doen er even 3, want Tony drinkt helaas niet. Nee. Dus, oké, jongen. Ja, maar niet altijd. Ik moet nog rijden. Vaststand. Weet je. Vaststand. Dat ben je de enige. Mij zegt, op de shop draai ik altijd heel veel drinken van die flessen. Kijk eens, jongens. Dan zeg ik altijd tegen de klant, we moeten een borreltje hebben. Ja, maar ik moet het rijden. Ja, maar ik krijg niet meer glas, hè, weet je wel. Nou, dat wat je net zegt, hè, Toon? Ben je van je vaste hand? We hebben het allemaal. Als je tatoeëer bent. Proost. Hulde op de man. Doe je moeder vulde. Hupke. Toon. Toon. Hey, nog even. Dan wil ik nog even lekker vergeten. Want dat vergeet ik weer. Jij bent echt de enige. Die gewoon geen tattoos meer heeft genomen, denk ik. Tenminste, niet zichtbaar. Nee, mij noemen ze ook een hoofd. Mijn hoofd viel tatoeëren. Nee, maar ik bedoel, ja, je hebt je tattoos. Maar toen ik jaren geleden bij je zat. Ik heb een benen in gezet.
Dan jij hebt mij dan iets op mijn benen gedaan, ja. Ja, je houdt er niet van, maar wel. Ja, wel, maar ik had nog een tijd. Ik had nog een tijd, want als ik toevallig een keer vrij was, dan deed ik af en toe Hendrik was daar weer, of Frankie. Ik was gewoon heel erg bezig. Jezelf niet zoiets voor God, ik wil... Oh. Ja, ik wil er wat bij. Maar ik roep ook al... Ik ga nou wel weer de asje naar Thailand. En ik roep niet maar even dat weer, maar dat komt er ook niet van. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, dan. Nee, je bent veel te warm. Je bent er wel voor op de veel te warm. Niet al niet. Nee. Je hebt ook goede shops. Ja, er zitten hele goede shops. Shops. Ja. Maar je bent er ook wel van op de hoogte, Wil. Hoe ouder je wordt, hoe meer pijn. Hoe gevoeliger dat wordt. Ja, precies. Dat betekent het maar om die jobs niet te pikken. Ik wil nog wel wat doen. Dat wil ik nog wel doen. Dus... En Toon, ja. jij hebt je Tamoko, hè? Is het nee? Een Tamoko. Tamoko, ja? Ja. Die heb je al. Nou, hoe lang heb je die al? Lang. Die heb je laten zetten door Darby Tahuka. Ja, Tuhaka. Tuhaka. In Utrecht was er een beurs. Ja. Heb je hem op de beurs ook laten zetten toen? Ja, de één helft. Ja. Eerst krijgt de mannelijke spirituele kant. En als je in evenwicht bent, dan krijgt de vrouwelijke kant de linkse kant. En dat is, hoe zei je, 20 jaar geleden? Ja, dat is al even geleden, ja. Maar, ja, hebben ze 20 jaar geleden is heftig, hè, toen die tijd, hè? Ja, die tijd was... Ik weet toen je ermee aan kwam zetten, weet je dat ik moet zeggen, wel even kijken. Maar ik kan me niet herinneren dat je één kant had. Ik kan me herinneren dat ik... Ik heb me eindig een ton op met zijn bakkenbaarden. Daar zag ik wel zo de naam van gelopen bij ons. Met zijn bakkenbaarden. Dat was toen al wat, weet je. Want die bakkenbaarden, daar had je wat in je gezicht zat. Dat vond ik toen al best wel heftig. Eigenlijk voor die tijd was dat echt heel heftig. De enige waar ik het zag was die jongens van Tattoo Utrecht, weet je. Mark en Hans, die hadden dat ook op de wangen. Maar op een gegeven moment kreeg je dit dan. Maar hebben ze dit ook traditioneel gezet of is het met machine gezet? Nee, met machine. Want we eerst hebben we 1-11 gedaan. Dan hebben we hier in Nederland gedaan. Ik ben daar wel geweest. Maar eerst, jij moet op uw geboorte, jouw geboorteland, dan moet ik jouw tattoo laten zetten. Van de Maori's. Okay. Maar je moet wel een keer in Nieuw-Zeeland zijn geweest. Daarvoor zijn wij 3 weken in Nieuw-Zeeland geweest. Is ook geen straf? Nee, dat was hartstikke mooi hoor. Eigenlijk maar ging dat dan, vertel eens, want ik denk niet in Nieuw-Zeeland dat je zomaar een tamoko kan... Net een jaar van tevoren, toen was Darby op een beurs en ik zei, ik wil een stukje in mijn gezicht. Maar hij had al bericht gehad, Darby, van zijn vader, niet de eerste, maar de tweede man die naar jou toe komt, die humble is, nederig, daar moet jij mee in contact gaan. En daar leerde jij een hoop dingen van en jullie helpen op elkaar. En ik was de tweede man die een bak koffie voor hem haalde. En zo kwam hij in contact. En toen net maar waar was dat dan op die beurs? Ook op een beurs was dat ook in... In Utrecht, of nee, dat was een andere beurs. Dat was een jaar van tevoren. Permanent of zo. En dat, dat kan wel. En dat een jaar, en, toen had je met zijn vader moeten en van de stam moeten overleggen. Want ik wou 1-11 hebben. Maar hij moest daar eerst mee overleggen met de stam en zo, want dat ging zomaar niet. Weet wel, want ik ben een buitenstaander en dat mag zomaar niet getatoeëerd. En toen had die vader een uittraining gehad, dus een heel spirituele mens. Wij zijn er ook geweest. En die had een uittraining gehad en die is komen kijken bij mij wat voor iemand dat jij bent. Dat jij agressief bent of dit en dat, dan was dat niet Maar stomme gebeurd. Vraag hoor, hoe ziet hij dat dan? Ja, dat is uittraining. Kijk, ik doe ook veel met spiritualiteit en ik weet wat dat is. Die krijgt een adres op en die treedt uit. En die kan bij jou precies op een adres komen kijken van hoe of ik heb het zelf ook gehad. Ik heb ook gaves die... maar ik heb het niet onder controle. Dus ik ben, dan ben ik daar en dan ben ik daar. Maar hij had het onder controle, die vader. Zo'n spirituele mens. En die is dan komen kijken en zo. Darby had van zijn vader toestemming gehad om mij te tatoeëren. Want dat is hij zijn stamhoofd ook. Een hele hoge... Als hij die toestemming nog niet had gehad. Had je dan uiteindelijk iets laten doen? Ja, weet ik niet. Ik denk het niet. Want voor mij zit er veel meer betekenis achter dan... Dan gewoon een tattoo in je gezicht. Ja, dan gewoon een puzzelstuk of iets in je gezicht. Ik heb dat zelf dan niet, weet je. Maar ik zou zoiets hebben als ik iets wil in mijn gezicht. Maakt niet uit wat. En dat wil je zeggen van, nee, dat doe ik niet. Nee. Dan ga ik op zoek naar de volgende. Ja, maar bij mij... daarom juist. Dat is de vraag. Wij praten over zoveel jaar geleden. En toen was het heel anders dan nu. Zeker. En ik ben van een andere generatie. Ik was nu 61. En dan ben een heel andere generatie dan die nu opgroeien. Weet wel. Ja. Veel meer respect
Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen. Tegenover ook die mensen, weet wel. Ja. Kijk, als jullie, nou, ik accepteer dat, weet wel. Mm. Als jullie zeggen, want ik kon dit vlak ook nog krijgen. Maar dan moest ik al mijn twee oudste broers vragen dat ik de oudste mocht worden. En dan krijgt de deur, dat is voor een opperhoofd. Of voor een hoge mens. Jouw broers groep. Vragen? Ja. Oké. Okay. Om mijn twee oudste broers moest ik dan vragen dat ik de oudste mocht zijn. Maar het respect van mijn oudste broers doe ik dan niet. Nee, maar precies. Ja, ik ben niet de oudste. Of niet dan? Ja. Ja, ik moet wel zeggen, want ik heb je toen leren kennen, we waren met die stukjes op. Ja. Toen op een gegeven moment zag ik je, en toen had je dit. Ja. De eerste paar keer, hetgene wat je wel eens van andere mensen hoort, en dat hoor ik ook wel eens over mezelf, en dan heb ik maar een paar dingetjes. Dus de eerste paar keren dat ik je dan weer sprak, is niet dat ik je in je ogen aankeek. Want je zit alleen maar eromheen te kijken. Wat de fuck zit er allemaal, weet je? Ik werkte toen in de tijd ook in het aan de rij. Daar heb ik ook 25 jaar gewerkt. En die baas zei, je bent nou heel anders. Ik kijk heel anders naar jou dan toen je was. Maar hij zei, ik weet wat voor mens dat jij bent. Ja. Hij zei, dus... Je bent toch wel aardig. Nee, ik accepteer gewoon hoe jij bent. Hij zei, maar... Het komt zo in één keer patsboom over, weet je wel. Begrijp je dat? Ja. Want heel veel mensen kijken naar mij en denken van, agressief of dit en dat. Maar als ze dan 5 minuten mee over gepraat hebben, weten ze wat voor man dat ik ben. Ja. En dan, ik was 15 jaar getrouwd. Wij waren 15 jaar getrouwd, zo moet ik het zeggen. Jij ook? Denk mijn vrouw, nou 27 jaar toevallig vandaag. Wij ook. Mijn vrouw kon toen nog niet. Dus op een gegeven moment waren Ton ook uitgenodigd. Ton die kwam toen. Terwijl Ton eigenlijk normaal nooit een feestje gehad. Want dat was heel, heel mooi. Ja. En dus eerst ook tegen mijn vrouw. Luister, de start dat ik iemand veel schrikte niet van. Dus op een gegeven moment. Ton die schrikte aan in het rijtje. En zei. Kijk daar Ton. Wie is dat? Dat is Ton. We zien de rijer uit. Ze start tegen mij. Zij is gewoon eerlijk. Hij raakt met wel. Ja, maar het klopt wel wat je zegt. Want het zit er al zoveel jaar op. Toen de tijd toen jij het net had. Ja. Nou, dat was wel wat. Weet je, heftig. Heftig. Toen met Ton omgeven. Kijk, ik had in het begin ook even kijken. Van, weet je wel. Ja. Nou, ik zie daarna ook. Tuurlijk, je ziet hem taart. Maar ik zie gewoon Ton ook. Ja. Het mooiste is als jij ergens bent met Ton. We regelmatig met elkaar weg. Kinderen zijn heel eerlijk. Ja. Kinderen lopen langs en die kijken zo van... Nee, de meeste wel. Maar dat is altijd. Die doen dit. Maar erge oudere mensen, die lopen langs. Die lopen nog een keer langs. Die lopen nog een keer langs. Die gaan niet goed. Maar je ziet het dan en dat maakt het mooi, weet je wel. Ja, maar dat is altijd geweest, weet je. Want ik heb het ook wel eens gehad als je je kinderen naar school bracht. Het was lekker weer, weet je. Ik had het toen met mijn oudste dochter. En dan kwam hier een hempje en een korte broek aan. En dan stond ik in die school. Want dan liep je die klas, mocht je ze de klas inbrengen. En die kinderen die zaten... Zo te kijken, weet je. En op het moment dat je dan kijkt, hebben ze zoiets van... Kan je even draaien? Want ik heb dit nog niet helemaal gezien. En die ouders zien zo kijken. En op het moment dat je hun aankijkt, zie je ze wegdraaien. Weet je? Maar kinderen die zitten gewoon... Oh, fuck. Het mooiste was in Mexico. Dat vergeet ik nooit maar. Ik stap uit een bus. Wij waren aan een trip. Ik stap uit de bus. En ze staan daar een stuk of drie van die Mexicaanse mannetjes zo. En je ziet iedereen schrikken toen ik uitstapte. En die kleine mannetjes in... Spider-Man! en ik begon te lachen, weet je wel. En iedereen lachen. En dan durfde ze te lachen. Ik zie hem nog staan. Ja, die kleine Spider-Man! Ja, mooi. Ja. Als je dan kijkt hier op Nederlandse beurzen, was dit wel... Maar op een gegeven moment ging je dan ook beurzen doen in België of je ging naar Engeland of zo. Dat was je gezicht tatoeëren, was al... Veel normaler, zeg maar. Daar zag je heel veel... Zeker in Engeland, hè? Ja, in Duitsland ook. Duitsland had je dat ook wel. Een Amsterdam conventie heb ik toen een gezien. Die had helemaal in zijn oog ook zwart, weet je wel. Ja, zo, eyeball tattoos. Ik ben van niemand bang, maar dat haalt je hele expressie weg. Hoe zeg je dat? Leek aan een demon. Ik keek die vent aan, er zat helemaal geen blik in zijn ogen. Ja, je weet ook niet of dat hij naar jou kijkt of naar een ander. Ja, dat zie je niet meer. Ja, dat was zo... misschien was het een heel aardig mens, weet je wel. Ja. Maar ik keek hem zo aan en ik zag helemaal geen uitdrukking. Vind je het belangrijk dat mensen een uitstraling houden? Karakter, weet je wel. Dat is dat je ogen zijn. Dat is, de liefde komt uit de ogen. Je merkt dat ook veel met donor mensen. Weet je, als ze de ogen niet af willen staan, hè. Dat ze niet die... Dat is de ziel. Dat is de spiegel van de ziel. Dus ook een keer met Ton gehad, waren we in Amsterdam. En er stond er ook een helemaal zijn gezicht getatoeëerd. Ook helemaal tong gespleten.
zwarte ogen. Ja, die bedoel ik. Wat die mensen, wat op de foto met hem, weet je wel. Ja. Dus was hem een Duits, je vergeet nooit meer. Dus die mensen op de foto, eerst Zalen, zegt hij. Ja. Dan zwart je de foto. En Ton, oh, kom met mijn foto. Zo, weet je wel. En de mensen, oh goed. Oh goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar dat is, het is wel zo. Kijk, iedereen kan er wat voor vinden en iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil, ja, weet je. Maar ik vind op een gegeven moment tatoeëren en zeg maar body modification en al die shit. Ja, ja, ik, ja, vind het niet bij elkaar horen, nee, persoonlijk, nee, nee, weet, nee, je. Nee. Ik ga vragen, kunnen jullie wat opzoeken of niet? Kun je wat opzoeken? Als we het over body modification hebben. Ik bedoel, wij hebben vorige keer in Rotterdam hebben die Toxie Danielle gehad. Ja, die is... En, toen was ze nog redelijk gewoon... Toen was ze eigenlijk normaal. Tenminste normaal. Ja, tenminste nog wel, bezig. Toxie, die, nee, gaat niet. Hè? Oh, we hebben geen internet. Oh ja, sorry. Nou, het is wel een hele professionele podcast. Je moet wel betalen, hey, jongen. Ja, maar net betaalt, jongen, dat wel. Maar wat je ziet... Ja. Nee, maar het is wel zo. Weet je, kijk, ik heb bijvoorbeeld niks met mensen... Zo'n tongsplitsing of tegenwoordig dat ze de oren eraf laten halen of de neus. Ja. Ik weet laatst keer dan in Os had een jongen gezeten. Ah, die Red Skull. Die was helemaal... Red Skull, die was bij ons in de shop. Ja, maar je zou toch van... Ben toch eerlijk, ik zou... Als je het s'nachts tegenkomt, jongen... Ja. Ik ben heel eerlijk, als mijn zoontje van acht in de shop komt en hij komt binnen, stuur ik hem, ja, dan gaat hij eruit. Ja, dat kent ik niet. Nee, maar dat is gewoon mensen chockeren, toch? Ja, ja, ja. Wat bezielt dat? Wat bezielt die mensen? Ja, ik heb toen met Henry samen de zaak begon, zeg maar eigenlijk, toen hebben we ook echt besloten om de zaak open te houden. Dus de ramen open te houden, dat iedereen binnen kon kijken. Ja. Snap je? En nou, ja, ik heb toevallig van de week, dan komt er een vrouwke binnen. Oh, zou ik binnen mogen komen kijken? Want ik heb nog nooit zoiets gezien in het echt, zei ze. Ja, kom binnen kijken, waarom niet? Ja. Er zat de deur te voor open. Ja. Nou, maar snapte. Vind ik ook. Ja. En ik heb laatst een vrouwke die belde me op of ze had een familieuitje. En ze wou graag zien hoe het in de tattooshop werkte. Ja. Nou, ik heb er een bak koffie bij, kom maar kijken. Nou, die kwamen acht man, kwamen ze. Nou, vragen stellen, doen en alles. Dan zei ze, ik wil eigenlijk helemaal geen tattoo, zei ze. Maar nu heb ik met jou gepraat, zei ze, ik denk dat ik een tattoo even had. Ja, mooi is dat. Snap wat ik bedoel? Ja, maar dat is mooi. Dat is mooi. Dan heb je doel bereikt. Ja, eigenlijk, dat bedoel ik, ja. Maar goed, ik bedoel, dan ben je ook een ander type dan een... Hoe zeg je dat? Type tatoeëerder waar de meesten van vroeger binnenkwamen. Die zeiden, Ik heb bij jou ook altijd gezellig gewerkt. Nederlandstalige muziek. Ja goed, dan houdt die erin. Ik vind het geweldig. Maar mensen die daar binnenkomen, die voelen die sfeer. Ik vind dat wel belangrijk. Ja, ik ben wel eens in een shop binnen geweest. Daar hebben we van de week nog mee bediend. Dan waren we een kwartier binnen en ik kreeg gewoon geen antwoord. En... Ongelooflijk, toch? Ja, ik zat daar. Ik dacht, je hebt toch ons gezien of zo? Dus ik bleef gewoon tekenen aan. Die draaide zijn eigen verder niet om. En ja, wij zijn er, dus dan zijn we weg. Ja, ik heb ook een keer mee. Ongelooflijk. Ik ben één keer in een shop geweest. En de jongen die vroeg dan of ik een keer wou komen kijken. Dus ik was toevallig in de buurt. Dus ik klopte naar binnen. En dan dacht ik, dus weet Andy, ik ben naar binnen gegaan. Ik heb de deur open gedaan. En ik ben gelijk weer omgedraaid. Ja. Kijk, iedereen mag muziek, van oude muziek hoe ik wil. Maar als je dan echt dat grunge muziek op het staan, dan zo hard als maar kan zijn. En dan verhoorde hij, boven zit ik aan. Ja, dat is eigenlijk voor mensen als jou buiten te houden, zegt hij. Wauw. Ja. Lekker man. Dan moet je die vrouw ook even komen kijken, of wel? Nee. Maar puntje eigenlijk wel. Wat vinden jullie, Toon, Wilco, in de shop, dat je een beetje normale muziek moet draaien? Dat je, vind ik wel. Daarvoor doe ik... Ik denk, moet betalen. Zaterdags doe ik vrij dan. En dan mag ons een halve zijn eigen muziek draaien. Want die draait ook allemaal gangster rap en zo. Weet wel, in de oude keer. Van, dan ga je mee oude muziek, zegt hij altijd dan. Yeah. Maar ja, ik hou daar helemaal niet van. Weet wel, een hele middag fuck the bitches en noem maar op. Dus voor mij geen... Maar die jonge mannen houden daar maar van. Maar vind jij niet dat als jij daar zit, dat je echt je eigen muziek gaat draaien? Of ga je ik heb allerlei stijlen, maar bepaalde muziek hou ik niet van. Net dat crunch zo en zo, dat hard, keihard. MTV 90's, 192. Dus of de Nederlandse. Dan heb je alles. Ja, dat alles. Ja, alles. En dan doen we iedere keer switchen tussen in die keer. Maar ik vind wel, weet je, ik ben ook van die death metal en van die punken, die hardcore shit. Ja, maar dat mag. Maar je moet die tijd in uw zaak opzetten. Nee, ik heb het wel eens opstaan. Alleen, je moet het altijd wel aanvoelen. Ik heb nog wel een aantal gasten uit die metalwereld die ik tatoeëer, weet je. En op het moment dat ik ze tatoeëer,
En ik ben op dat moment alleen, mijn collega's zijn er niet. Tuurlijk. Dan zit je lekker in de muziek op. Ja. Weet je, en ik kan het ook wat harder, want ik zit toch in een apart gedeelte. Op het moment dat mijn collega's er zijn en er zijn andere klanten, dan hou je er toch een beetje rekening mee. Dan doe je een beetje gewone, normale rock, zo'n Arrow of een beetje ethisch, wel die shit. Dan heb je eigenlijk alles. Ja, weet je. Ja. En tuurlijk, je kan wel een keertje een beetje gewoon van die skatepunk draaien, want dat is ook nog wel redelijk te doen, maar... Ja, je moet toch een beetje rekening mee houden. Ja. Want bedoel, ik vind het wel geweldig om, om Slayer te horen. Ja. Maar niet iedereen. Nee. Ik heb één keer in een bos nog. Toevallig was niemand in de zaak. Frankie zat dan boven met Hendry en zo. En ik zat binnen. En ja, Limp Bizkit ken ik ook nog wel mooi vinden. Weet je wel. Dus ik had Limp Bizkit zo gezet. Ik had in één keer telefoon naar beneden. Nou, je weet hoe de lange de rode Frans kan schuilen, hè? Frankie, ach, genauwtie! Met rode Frans, hè? Ja, zet je op de witte. Dus ja. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Want als ik die achter beneden of bij mij die harde kutmeuk op heb staan, dan denk ik van, oh, ja, maar dat is lekker. Want voor mij is het normale muziek. Ja. Maar dan loop ik naar voren en er zit Jan Doedel, die zit dan met zijn accordeonmuziek en zijn lieder uit zijn woonwagen. Ja, heerlijk. Ja. Ja, weet je, dan wel lager op wielen of niet, hè? Dat is luister, Pik. Dat is voor mij net zo erg als dat iemand hard rock zit te draaien. Je houdt er niet van, weet je? Heel veel klanten van mij, het is ook... ik heb accordeonles ook, hè, weet je wel. Jongens, hij gaat niet spelen deze aflevering. Mijn leraar, die heb ik leren kennen dus, weet je wel, als klant zijnde. Dus ik heb heel veel jongens in Utrecht allemaal van die Hollandstalige muziek. Dat vind ik leuk, weet je wel. Maar als ik weet dat hij komt, dan ga ik niet Hollandstalige muziek opzetten. Bij mij in de auto staat alleen maar op. Ja. Hey, als je bij hem in zijn werkplek komt en ik ben er niet in de buurt, dan is net Fort Oranje bijvoorbeeld. Maar ik hou ook Wat helemaal nergens over. Ik was 11 jaar en iedereen verklaarde mij van gekkers gehoord. Ik was helemaal fan van Mario Lanza. Ken jij die? Mario Lanza. Ja, die ken ik. Was ik helemaal fan van. Ja, maar, en nou nog steeds. Ook tot gek. Ja, en Andrea Bocelli, ik heb er ook alles van. Stemte. Helmut Lotti erbij. Nee, Helmut Lotti niet. Dat was net niet. Wij hadden dezelfde muziekkeuze bij hadden. Wilco, weet je nog? Ik ging al met Humperdinck erbij. Ja, Henk Humperdinck vind ik ook wel leuk. Ja, ik vind een paar liedjes vind ik wel leuk, maar dan ken je niet. Henk Humperdinck. Henk Kom er even naar, jongens. Nou, dan eentje dan, want ik moet nog rijden, jongen. Ja, we zijn er eentje. Dus, dit kan nog wel. Dus, ja, is goed zo. Ik vind wel de gewone muziek wel een beetje inderdaad aanpassen aan uw klant, zeg maar. Tuurlijk, bij mij kwam een keer een klant van mij. Die was helemaal gek van, hoe heet hij nou, die in Duitse? Danny Christian. Nee, die blonde. Helmut Lotti. Ramstein. Oh, nee. Scooter. Ja. Oh, jezus. Oh, ja. Nou, ik had toevallig een dvd'tje van Scooter. Nou, ik zet dat ding op. Oh, dat is niet toevallig. Weet ik zeg tegen die jongen. Hypen. Ja. Ik zeg, jij vindt dan niet echt een afgaan. Zijn er nog wel, jongen? Nee. Zo. Nou, jongens. Hey, jongens, we gaan even deze nemen. En we hebben ook even een challenge, hè, jongens. Maar dus de challenge van... Hoor eens even. Zo, begin ik wel met 7, man. De Bierveldbagger challenge. Dus we krijgen een filtje. Een pennetje. Wat is dat? Dat is een coil. Dat is een coil. Oh. Dat is een coil. Oh, dat twee minuten twijfelt, moet je even je een tekening. 2 minuten. Dus, hey, lekker spul, hè? 2 minuten twijfelt. 2 minuten tijd en wat dan ook. En dan ga ik ook even zo meteen... Ik heb mijn bril niet op. Het doet ze ver af. Het doet ver. Kijk, die heb ik al eerder gehoord. Hier, wacht even. Moet je het maar hebben? Ja, ik heb wel heel ver... Ja, maar ik zit nou heel stoer nou, als je het oude hoeren doet ze ver af. Ik werk sinds 3 weken ook met een brilletje op. Wij gaan zo meteen een beetje praten weer over met Dems natuurlijk. En we gaan zijn zoon erbij halen, want die werkt al 11 jaar bij, hè? Ja, 10 of 11. Ik denk dat we toch gewoon even wegsturen. Dan zetten we zijn vrouw en zijn zoon hier. Ik denk het langste koppel in de tattoo-wereld, hè? Ja. Dat jullie al bij elkaar zijn, jij en je vrouw 35 jaar. Wat zijn je nou? 38 jaar. 38 jaar. Jij moet gewoon al een mooie 90 worden, Pik. 38 weken heb ik het een keer gehad. Ik heb nog geen 38 mannen gehad. Dus we roepen zo meteen, gaan we ook even met Elvin praten, kijken hoe hij... Maar zit ik nou te denken, hè, weet je, want ik had betoond, dan kwam ik elkaar tegen op conventies en hij had het over tatoeëren en over machines en al die shit. Maar achteraf gezien had ik het misschien beter over relaties kunnen hebben, want ik ben al 2 huwelijken verder. Weet je, misschien had ik me nog wat tips kunnen geven. Ja, je moet ook van andere vrouwen afblijven, dat is het hele probleem.
En altijd. Gewoon toegeven. Ja. Ik zit al 42 jaar bij mijn vrouw. Gewoon toegeven. Ja, maar, jij moet tekenen, vriend. Ja, ja, maar ik zeg het ook gewoon. 42 jaar? Ook vandaag. Ja, vandaag. Oh, gefeliciteerd. We nemen een borrel op. Nee. Dus we hebben vandaag 42 jaar bij elkaar en 27 jaar getrouwd vandaag. Oké. Okay. En dan zit jij hier. Ik heb niks. En dan zie jij hier podcast houden. Ja, dan voelen we ons wel fit, hè? Ja, jij hebt gewoon een paar guusjes thuis gekocht. Ja. Nee. Oudste vrouw is erbij, ziek. Ik heb een mooie oorbel binnen. Ja. Oudste vrouw is erbij, ziek. Nee, kom er even bij. Mark. Nee, oh, kijk hier. We hebben het lijkt hier wel een bed, hè? We hebben allemaal publiek zitten. Ja. Kijk je nou. Het is niet het mooiste publiek wat we hebben. Ik denk dat de tijd bijna om is. Dat hoor je, ja, zo meteen. Dat hoor je zo wel, joh. Ja, jongen. Oh, ik zie echt helemaal geen soda. Oh, oké. Okay. Ja, hey. Even een naampje eronder, jongens. Even een naam eronder schrijven. En we afgelopen, ja. Heeft het naampje eronder, hè? Niet vergeten. Oh, die staat eronder. Goed, ben je huisarts geweest, Toon? Een mooi stukje. Hey? Ik zie echt niet, voor mij waren het allemaal dubbele lijnen. Van Wilco. Gaat in een boekje. Straks komt er een boekje uit. Mooi jongen. Ja. Mooi jongen. Hey, even terug te komen. Pakketje had je getrekken. Hoe is het om met je zoon te werken? Goed. Ja? Heeft hij het geleerd van jou? En van mij en van, hoe heet die? Stef. Ja, maar daar gaan we zo even over hebben, want we halen er zo eens even bij. Ja. Ja? Oké, okay. Nou ja, zullen we er even bij halen. Je mag even op mijn plek komen zitten. Ja, als jullie even... Mag ik voor mij komen zitten? Nee, ja, maakt niet uit. Doe je vrouwtje er ook maar bij dan, weet je? Want die lopen we al. Dan wisten we jullie even. Hebben jullie even pauze, goed? Ja. Wij pauze, jongen. Nou, dus we gaan even... Ik bel even de ding af voor de weg loopt ook. Even Bedien. Bedien ook, hè? Hé, eerlijk gezegd, Paul. My love. Oké, dat is de eerste. Eerlijk gezegd, ik was ook wel een beetje zat hoor, die jongens. Ik was ook eigenlijk wel een beetje zat. Dus tot de tijd... Doe maar even die andere. Haal even die twee nieuwe klanten uit de smink. Ga lekker zitten, jongen. Hey. Hey, oh, mooi trouwtje, joh, pik. Hé, een dientje. Kom lekker hier zitten bij me. Oké. Denk, trek hem gelijk aan. En dat is altijd het gezellige, hè, van de Brabanders. Hè. Die komen lekker met het hele gezin onderaan. Ja, en, het is net op goed geluk met Carrie Tefsen. Hoor je wat? Zoals vroeger. Heb je het, ja? Ik hoor hem. Hoppakee. Goeienavond. Nou, welkom jongens. Bedien en Elvin. Hey. Zoon van Toon, de vrouw van Toon. Ik weet niet beter. Sorry. Jij natuurlijk werkzaam bij Demsa toe. Ja. Jij ook. En ja, ook zeker. Nog bij? Bij Inside Ink and Beauty in Sint-Willebrod. Sint-Willebrod. Ja. Okay. En dat doe je hoe lang? Hoeveel dagen per week? 2 dagen per week en al 8 jaar lang alweer. Nou, netjes, dus, netjes. Ja. Hé, hey, luister, ik ga je over dingen zeggen. Je kan gewoon eerlijk zeggen hier alles, want die oude zit daar. Ja, hoe is het met hem te werken? Ja, super, super. Ja, is het leuk? Ja, hey, eerlijk zeggen. Ja. Helemaal kut. Helemaal kut. Ja, maar... En mee moet. Ja, dus. En jij wil ook al jaren van hem af, maar dat lukt niet. Allemaal nee, vertel zelf. Hoe is het gekomen? Ja, natuurlijk, je bent met de paplepel erin gegoten. Met de paplepel ingegoten, alleen niet altijd willen gaan tatoeëren. Ik heb eerst in de bouw gezeten. Ja. 7 jaar. Op een gegeven moment werd het slechte tijd in de bouw. En toen kwam ik thuis te zitten. En toen zei ze, pa, jongen. Hij zei, ik sta altijd lekker binnen. Met die crisis natuurlijk toen die tijd. Met die crisis. Ja, ja. Ik werd eruit gestampt. En toen zei hij, ja, wij zitten altijd lekker binnen. En jij staat altijd in de regen. En hij zei, waarom ga je niet gewoon lekker tatoeëren? En toen, op een gegeven moment... een beetje gaan oefenen met tekenen. Ik tekende vroeger altijd al heel veel. Kon ik redelijk goed. Ja. Heel lang niet gedaan. En ja, toen op een gegeven moment dacht ik van... ja, waarom ga ik het ook gewoon niet proberen? Dus, ja. Had hij het al een keer eerder gevraagd? Of je moeder? Ja, mij. Veel vaker al. Meerdere keren. Ik kon eigenlijk om mijn 16e misschien al wel beginnen. Ja. Dus uiteindelijk, even kijken... 22, 23 jaar oud was ik toen begon. Ja. Dus ja. Ja, maar aan de ene kant, we hebben laatst een podcast gedaan met Tigo en zijn zoon. Mm-hmm. Die tatoeëert er ook bij hem en zo. Ja. Maar zeg maar, en die zijn zoon, zijn kinderen die zitten ook niet bij ons in de shop. Mijn kinderen ook niet. Maar het is aan de ene kant ook zo, dat zou jij ook hebben. Die kinderen zijn echt opgegroeid in een tattoo shop. Jij ook. Ja, weet je, bij ons ook, die oudste van mij, de box stond gewoon in de tattoo shop. En bij die andere kinderen ook. Ja, het nieuwtje is er wel af.
Je merkt ook bij vriendjes en vriendinnetjes, weet je, die hebben zoiets van, oh, tattoo shop, dit en dat. En die kinderen hebben juist zoiets van, ben blij als ik er niet heen hoef. Weet je? Ja. Ik weet nog wel, toen hij klein was, de jaar of 11, 12, misschien iets jonger. En dan kwamen wel eens vriendjes van school spelen. En die zei Elvin van, papa, trek een lange broek aan. Want en toen zei, ja, hallo, ik trek van niemand een lange broek aan. Ja. En kinderen die bij hem in de klas zaten, die kwamen dan zeg maar, mogen een spreekbeurt doen over tatoeëren. Ja. En mogen we met jou op de foto toon. En die vonden dat stoer. Maar Elvin, ja, die had zoiets van, ja, ik zie dat iedere dag. Tot vervelens toe. Ja. Dus en ja, kijk. Ja, die ziet het anders natuurlijk. Ja. Ik bedoel, En Ton had als gezegd van, ik ga hem niet dwingen. Hij moet uit zijn eigen ermee komen. Absoluut. En uiteindelijk ja, is dat natuurlijk door die crisis toen gekomen. En, ja. Maar voordat je ging tatoeëren, had je toen al wel zelf tattoos genomen? Laten zetten? Ja, op mijn 16e heb ik me eerst laten zetten door een spa. Dan, dat moet, hè? Een spa was vrij, ik me niet mee eens. Die zei, ja, je moet 18 zijn en anders niet. Ja. En ons moeder die had toen gezegd van, we kunnen niet maken als vrienden tatoeëren. En Elvin die mag niet, zeg maar. Dus uiteindelijk heeft hij toch gedaan. En toen had ik al hier een stuk Maori en op een gegeven moment nog een paar stukjes. Ik heb ook van alles waar. Ik heb kleur, Maori, ik heb realisme. Ik heb er van alles op staan. Een beetje zo zijn hier, Nick, trouwens. Ja, dat is mooi. Ja. Zo herkende je vroeger de tatoeëren, weet je. Ja. Ja. De klanten hadden altijd hele mooie stukken. Weet of je, die afgemaakt. Ja, of die afgemaakt. En, ook, ja, van de pijn of zo. Ja. En Bedien, en dat geldt ook voor jou, Elvin. Ik bedoel, toen Toon zijn gezicht ging tatoeëren in die tijd natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik vond het wel heftig. Wij tatoeëerden natuurlijk al. Ja. Ik bedoel, maar dat was heftig. Hebben jullie daar wel eens last van gehad zelf? Ik vond het in het begin wel een beetje vervelend. Want inderdaad, net wat je net al zei, als je mensen tegenkomt en je ziet mensen elkaar aanstoten van, kijk daar lopen of zo. En, maar dat zie jij vooral? Ik zag dat vooral, ja. En in het begin had ik echt wel een suite van, ik zeg tegen Ton, nou nog even en dan ga ik met mijn tas mappen of zo. Ja. Dus want ik vond het gewoon irritant. Kijk, hij koos ervoor. En ja, Ton een suite van, als ik het graag wil, dan doe ik het toch. Al had ik gewoon of laag gesprongen. Hm. Dat maakte hem Nee, maar dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Wij zien natuurlijk in de shop, en dat zullen jullie ook hebben. Maar je hebt wel eens, dan komt er een kerel binnen en die wil bijvoorbeeld een sleeve of een bepaalde tattoo. En dan komt zijn vrouw mee. Ja. En die vertelt hoe het moet, hoe groot en hoe klein. En dat is eigenlijk hetgene wat toen de jongens van Schorum, die hebben toen die barbiershop gedaan en er mocht er geen vrouw in, omdat, weet je, dan gaat de vrouw zeggen van hij wil dit. Ja. Nee, maar omdat we dat is natuurlijk iets wat wij meemaken. Hoe was het dan voor jou op het moment dat Toon zegt van, hey, luister, dit is wat ik wil? Ja, hij zei gewoon van, ik wil dat en ik doe dat. Tuurlijk, dus, maar daarom zijn ze 38 jaar getrouwd. Ja. Nee, oké. maar kijk, dat niet gaat doen, weet je, dat weet je. Ja. Maar je zal er wel een mening over gehad hebben. Ja, ik had het in het begin zoiets van, vooral toen hij de helft had, toen vond ik dat minder mooi als het hele. Het hele is dan in principe nog mooier als de helft. Maar ik zeg, het had voor hem een betekenis en ik wist gewoon van, hij gaat het toch doen. Of dat ik het nou mooi vind of niet. En uiteindelijk, nou zou je niet meer zonder, zeg maar, kennen. Dus, nee, precies, dat is Toon. Dat is Toon. Ja. Hij heeft ooit eens een paar jaar geleden gingen we naar Castle Fest. En dat is dan zo'n festival met meerdere dagen van eigenlijk van 10 jaar geleden de leefstijl. En toen had hij zijn tatoeages weg laten sminken. En, dus, maar dan weet je heb eigenlijk je daar foto's van? Ik heb daar foto's van. Ik zal ze dadelijk laten zien. Ja, dat weet je niet. Maar dat wil je niet zien. Maar dan herken je hem eigenlijk gewoon helemaal niet. Nee. Dus, want je bent zo gewend aan die tatoeages, dat je zonder eigenlijk denkt van, wie is dat? Dat is zijn broer. Want de vrouw van zijn broer, die stuurde mij een berichtje van, hoe kom je aan een foto van mijn man? Ik zeg, hallo, dat is mijn man. Ja, maar het is ook op een gegeven moment zo. Weet je, dat hebben we ook wel eens met mensen erover, met tatoeage. Natuurlijk, weet je gaat erover nadenken. Ja. Alleen als je op een gegeven moment een tattoo hebt, na verloop van tijd wordt die tattoo op je lichaam net zo normaal als een moedervlek die er zit of een littekentje. Je went er heel snel Zelf zie je dat het op een gegeven moment tegen niet Toon meer. Zei, weet je, in het begin, toen ik hem dan tegenkwam, want ik kon hem daarvoor al. Ja. En toen had hij denk ik zijn gezicht vol en dan zie je echt, de tyfus, weet je. Dus je zit niet meer naar hem te kijken, maar meer naar zijn tattoo. Ja, ja. Maar op een gegeven moment is dat ook weer voorbij. Dan zie je het eigenlijk niet meer. En ik denk, als ik Toon nou zou zien, inderdaad, met die dingen weggesminkt. En ik denk, wat de fuck is dit? Wie is die man? Ja, precies. Hey Elvin, wat doe jij graag? Ik zie wat black and grey werk voor jou altijd wel voorbij. Het ziet er fucking goed uit. Nou, dankjewel. Ik bedoel, je bent goed bezig. Ik bedoel,
Word iedere ik denk, dag. Ik denk dat jij dat wel graag doet, of niet? Zeker. Zeker. Black and Grey. Worden iedere dag iets beter, hè? Ja, nou ja, goed, je bent er nooit, hè? Ik bedoel, dat zeg ik ook altijd. Ik bedoel, als je dat zegt, dan ben je niet goed bezig. Nee. Dan, als je er al denkt dat je bent. Maar wie haal je inspiratie weg dan? Ja, vooral wel bij Stef. Bij de collega waar ik ook werk in Willebrod. Ja. Die is echt heel goed in realisme. Daar heb ik ook heel veel van geleerd de afgelopen jaren. Ook van mijn vader natuurlijk. Hè. De beginselen en de... Ja, allerlei werk natuurlijk. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ben ik bij Stef gaan werken. Na 3 of 4 jaar. En daar heb ik ook gewoon heel veel geleerd in realisme. En in, Black Wat vind jij het belangrijkste van het realisme? Als je dat op gaat zetten? Het verschil in zwart. En licht tinten gebruiken. Dat je echt het knaleffect krijgt. Dat het er echt uitspringt, zeg maar. Ja, zeker. Met veel zwart. Ja. 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 Ja, ja, als het nodig is. Ik bedoel, als het in jouw voorbeeld niet zit, ja, dan moet je het niet gebruiken natuurlijk. Maar er is je waarschijnlijk ook wel uitgelegd en geleerd dat een tattoo een soort eeuwigheidswaarde moet hebben. Ja, ja. Dus het moet een paar jaren al verdwijnen. Ja. Kijk, als je te licht gaat zetten, dan weet je ook. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Je kent ook wel mensen die hele mooie stukken zetten. Ja. Maar van je weet, van 2 zomers zonder overheen. En er is geen reden meer van over. Dan zie je niet meer wat het is. Hoe vind jij de level, hoe het nu is in Nederland? Qua tatoeëren met... Ik denk wel heel hoog. Ja, hè? Heel hoog, ja. En ook vooral mensen die bijvoorbeeld pas 2 jaar tatoeëren. Die dingen zetten die sommige mensen tatoeëren als ze 10 jaar... Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het vooral ook door YouTube... Klinkt heel verkeerd, maar mensen kijken naar YouTube. Ja. Die kennen daar na 3 maanden kijken, kunnen ze het ook. Ongelooflijk. Ik bedoel, vroeger moest je op een kunstacademie zitten of... Hè? Ja, nee, maar het is ook wel zo, weet je. En ook wat jij zegt, weet je, vroeger... Weet je, ook nog een beetje in de tijd dat wij allemaal begonnen. Wij op een gegeven moment, toen had je eigenlijk nog geen internet. Dus ook geen YouTube. Ja. Maar dan, je kon eens een keer een dvd'tje van Andy Engel volgens mij. En ik heb nog dvd'tjes gekocht van Tony Chivaro, Sharp and Draw. Maar qua realisme was het die Andy Engel, die wel een van de eerste was dat voor mij. Die wel met een dvd, met die workshop. Maar dan moest je inderdaad een dvd en die moest je gaan kijken. Weet je, tegenwoordig is alles te zien. En ja, vroeger ga je wel veel zelf mee tatoeëren natuurlijk. Want het zijn al die oude jongens. Alleen het lijkt inderdaad, wat jij zegt, lijkt het op dit moment wel of dat mensen dingen zien. En ze kunnen het. Ja. En eigenlijk, ongelooflijk. Vroeger toen ik ging op een gegeven moment niet laat werken. Toen je Emmy, die ken je ook wel. Die zou je ook nog wel kennen. En dat was een van de eerste waarvan wij eigenlijk een beetje gekscherend zeiden. Van, dat is een menselijke kopieermachine. Ja, ja. Die gaf je een foto. En hij stond op jaren. Maar wat nu als je een Emmy... Toen die tijd, want zij won eigenlijk alle prijzen hebben die. Dat weet jij op de conventie. Ja, daarvoor was Bianca natuurlijk. En Bianca. Met de portretten. Maar wat nou als je die 2 bijvoorbeeld, Bianca en Emmy, in deze tijd nu een tattoo laat zetten? Waar je vroeger, wat gewoon niet normaal was eigenlijk, weet je wel. Maar wat je nu gewend bent in deze tijd, wat de mensen zeggen die 2-3 jaar bezig zijn. Ik bedoel, vallen ze dan nog op? Of is het dan, of is het normaal? Ja, als je die nu naast elkaar zou zetten. Ja. Ik denk dat het moeilijk is. Nee, maar het is toch moeilijk? Ik bedoel. Dat is moeilijk. Ik bedoel, want vroeger was het echt van: what the fuck, jongen? Echt zo, hè? Ja. Maar nu is het gewoon normaal. Wat er gemaakt wordt nu, ik vind het niet normaal. Die tattoo-wereld is ook groter geworden, weet je? Want ik weet wel, vroeger, toen wij net begonnen, op een gegeven moment hadden we dan. Waar we aan het tatoeëren, toen dachten we van wij kunnen wel een mooi stuk zetten. En toen gingen we op een gegeven moment een van onze eerste conventies doen. Kwamen we in Alkmaar. Ja. En toen stonden we in één keer bij de stand van Rick. Van Venning Vidi Vici. Ook zoiets. En toen stonden we kijken. Ja, maar dat was ook een talentje. Begrijp je? Want de fuck is die gaan ze maken. En die was net zo lang bezig als ons. Weet je? Dus, en toen was Rick, die was op dat moment zeg maar een beetje de man. Nou, toen kwam Emmy. Weet je? Dus... Toen moest je daar weer achteraan hobbelen, staat er weer. Terwijl je Emmy gaat, toen kwam Jamie Riss. Er kwamen op een gegeven moment telkens mensen die een nieuwe standaard zetten. En dan moest je dan eigenlijk een beetje achteraan of proberen mee te kunnen. Ja, dan proberen je dan af te spiegelen. Op dit moment zijn er zoveel tatoeëerders dat je hebt, mijn idee, niet meer iemand die er bovenuit springt. Omdat er een heleboel bovenuit springt. Maar nu, jij loopt onderhand al bijna 30 jaar dus mee in die tatoeëren. Als jij het over een goede tatoeëerder hebt, wat heeft een goede tatoeëerder nodig? Wanneer maakt iemand een goede tatoeëerder?
niet te arrogant zijn over je eigen, denk ik. Heel goed, ja. En gewoon gepassioneerd werk willen leveren. En de tijd ervoor nemen. En niet je eigen aan te veel andere mensen, denk ik, afspiegelen. Gewoon jouw eigen doel blijven stellen. Denk en wat vind jij van de prijzen van mensen die... Kijk, want je hebt natuurlijk... Wij zijn vrij snelle tatoeëerders, weet je wel. En het gaat er niet om of je snel bent of wat dan ook. Maar dan vraag ik me wel af... Dat. Als je een stuk langzamer bent... Moet je dan ook nog zoveel geld vragen? Want dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. En uiteindelijk draait het natuurlijk ook in deze wereld... Omdat het een beetje centje, want niet iedereen heeft natuurlijk een hoop centjes om even 1500 of 2000 euro even te betalen. Ik denk dat wel de oude generatie, dat die zeg maar sneller werken. Ja. Die zijn nog gewend van doorgaan. Mm-hmm. En de nieuwe generatie is echt meer op het gemak. En komt het vandaag niet af, dan komt het wel een andere keer klaar. En mensen betalen het er ook voor. En 10 jaar geleden had jij dat bedrag echt niet hoeven te vragen aan klanten. Want dan zeggen ze van... Hè? Nee, oké, maar het klopt wel wat je zegt dat mensen het ervoor betalen. Maar die betalen het bij zo'n tatoeëren ervoor. Maar als er nou een klant bij jou binnenkomt, bij jullie in de shop. En die is al vaker bij jullie geweest. En die wil een stuk hebben. En Toon zegt op een gegeven moment van oké, weet je, daar ga ik eens lekker voor zitten. En dit en dat. En dat stuk, weet je, die klant heeft op een gegeven moment zoiets van what the fuck is dit, weet je. Normaal was ik al lang klaar geweest. Ja. Dan werkt dat ook niet. Nee. Maar je, dat is zo, net wat jij zei, wij zijn toen de tijd hebben we allemaal geleerd. Omdat toen het tempo hebben, vaak. Ja, we hadden beurzen, weet je, en het geld moest eruit gepompt worden. Ik weet wel de eerste keer dat ik met Andy in Assen op die conventie zat. Toen zat Mick uit Dordrecht, die zat tegenover ons. Het is onderweg te kijken. Mick die klapte echt binnen no time zo'n heel bovenbeen vol, ja, weet je. Helemaal geschoten, helemaal af. En het zag er top uit, weet je. En Jimi Hendrix of Dick de Wit. Net zo, weet je. Die klappen binnen een paar je hele bovenbeen vol met Japans. De lijnen erop, schaduwen erin en zo. Ja. En je denkt van, oké. Maar er waren ook wel tatoeëerders die echt gewoon ook heel zeker van haar eigen waren, denk ik. Sommige tatoeëerders die zijn in het begin niet echt zeker van haar eigen. En soms zie je dat ook wel in het werk terug. Dus, maar die hebben zoiets van, ik heb een prijs afgesproken. En al doe ik daar 5 afspraken over of 7 afspraken. Ik hou me eigen aan die prijs. En ik merk wel dat jeugdige tatoeëerders meer zoiets hebben van... Oh ja, nou ja, ik heb 5 afspraken beloofd, maar het worden de 7. Ja, nou ja, dat is dan niet anders. En bij de ene tatoeëerder pikken ze dat wel. En bij de andere tatoeëerder pikken de klanten dat niet. Vind je, Elvin, dat te veel tatoeëerders komen? Maakt jou dat wat uit? Of dat je bijvoorbeeld ook zit met dat vind ik wel namelijk een dingetje. Dat ze voor hele dagsessies 400 euro gaan vragen. Ja. Dan verneuk je toch de hele markt, of niet? Of zie ik het nou verkeerd? Ligt eraan wat je kan, denk ik. Maar als jij daarmee moet gaan adverteren, dan heb je geen werk, denk ik, of wel? Ja, toch wel. Want ik werk dan ook in een shop. Maar begrijp me niet verkeerd, hoor. Ik bedoel, al moet het bij mij even niks. Nou, dat is ook eroverdreven. Nee, maar begrijp je, als ik het leuk vind om te doen, dan weet je, ik vind het nog steeds leuk om te tatoeëren. Ja. Op het moment dat ik mee moet gaan adverteren voor 400 of voor 350 euro, een hele dag. Ja, dat is weinig, bedoel je toch? Ja, ja, ja. Terwijl het normaal 900 of een hoortje of weet ik veel wat vragen, weet je wel. Ja. Dan, dat is toch een beetje de markt verkloot, of niet? Of zie ik het nou verkeerd? Zie ik het nou... Ik denk dat je het goed ziet, want dan kun je in principe al weinig verdienen, denk ik zelf, als je dat gaat vragen. Ja. Ja, maar wat Robert Albers wel eens zei, hij zegt ja... Dat is superleuk. Hij zegt, dan maak je prijs goedkoper. Ja. Maar je rekeningen worden niet goedkoper. Nee. Hij zegt, maar je kan ook niet meer terug. Nee, want als jij nou een jongen een hele dag zit te tatoeëren. Precies dat. Voor 3,5 meijer. Ja. En op een gegeven moment staat je agenda vol. En er komt een vriend van die jongen aan. Ja. En je zegt, van, ja, dat is 700 voor een dag. Ja, zegt hij. Ja, nee, dat kan. Ja, gaat maar uitleggen. Inderdaad. Begrijp je? Ja, dat had ik minder te doen. Ja. Maar ik denk ook als je op een gegeven moment zelf je eigen moet gaan verkopen. Voor advertenties te gaan zetten. Of alleen maar prijzen weggeven van een hele dag sessie gratis. Bij zoveel likes en dit en dat. Kijk, als jij goed bent, loopt jouw tattoo shop toch wel. Dan hoef jij niet om klanten te smeken. Nee. Klopt. Maar je mag af en toe wel een actie voor. Ik vind het leuk om een keer dat mag natuurlijk. Wat volgers weet je, als je een bepaald stuk hebt getekend of iets graag wil zetten, kan je dat ook wel eens een keer doen. Dan kun je dat wel promoten. Maar die andere shop waar jij werkt, dat is een wat nieuwere shop.
Ja, we hebben nu sinds een week of zes een heel nieuw concept hebben opgezet. Dus een shop-in-shop concept. Dus een barbier erin, een piercer. Die zit er nog niet in, maar dat is wel de bedoeling. Dat er zijn ruimtes te huur. Maar is dat niet een enorm contrast met als je dan bij je vader werkt of je werkt daar? Ja, het is wel even schakelen elke keer. Ja, zeker. Ja. Kijk, ik werk... Hoe bedoel je? Dan ben je als een beetje een moderne shop die op de manier werkt, ja, zoals nieuwe shops die op dit moment uit de grond gaan. Ben je zoals die werken? En je hebt natuurlijk die oude, die gewoon een ouderwetse shop hebt. Ja. Maar ook gewoon met de spelletjes. Ja, de ene, ja, moet je zeggen, bij ons paard is het allemaal wat makkelijker. En daar moet je toch weer wat meer opletten met netjes in de kast zetten, terugzetten. Je moet elke keer weer even schakelen. Maar het is gewoon gestructureerd, bedoel je? Ja, wat meer gestructureerd. Oh, dus die oude, die is helemaal niet zo gestructureerd. Ja, zeker wel. Zeker. Ja, dat vind ik leuk als je maar, dat zegt, hoor. Ik bedoel, het is wel schakelen. Dat is onze ton! Onze ton. Daar zit hij. Nee, maar goed, ik bedoel, dan zie je toch dat het overal een beetje anders is. Het is overal anders, zeker. Ja. Ja. Hey, dat ga ik even naar jou toe. Want jij doet ook de floor manager. Ik ben de floor manager. Hè? Doe je dan ook de inktpaspoorten? Nee. Nee? Dus, dat is een mooie tijd voor mij om te pissen. Als je over inktpaspoorten brengt. Wat vinden jullie ervan? Ik vraag het veel mensen natuurlijk hoe dat werkt met die inktpaspoorten. Laten we vooropstellen. Ik vind het gelul. Dus, ja, ik vind het ook gelul. Dus, ja. Maar we ontkomen er niet aan. Het is ieder, de ene keer is dit regeltje, dan is dat regeltje. Over 3 jaar mag dit wel. En wat 3 jaar geleden niet mocht, moet nu wel. En andersom. Ja. En dan denk ik, maak gewoon duidelijke regels. Wat weet je nou precies hoe het gaat? Nee. En het is nog steeds onduidelijk, toch? Ja. Ik denk dat heel veel tattoo shops er eigenlijk ook niet in verdiepen. Omdat het iedere keer de regeltjes veranderen. Ja. En ik zeg al, ja, wij werken niet met het inktpaspoort. En dus ja, misschien mag het niet. Het is gewoon eerlijk, want ik bedoel, het is zo gelul, zelfs met die nieuwe inkten en al die dingen. Ja. Het is gewoon om meer geld te kunnen vragen voor de inkt. Nou moet ik wel zeggen dat die Pantera Gold, die werkt echt gewoon fantastisch hoor, die nieuwe zwart. Ja, daar heb je niet? Waar werken mee? Welke zwart werken? Kurosumi. Eigen gemaakt hè? Kurosumi, ja. Dat is eigenlijk al die jaren al en dat werkt gewoon goed. Ja. Voor mij dan in ieder geval. Heb je druk? Ja, zeker. Ja? Zit tot maart, april vol. Lekker man. Ja, en dan werk je 1-2 dagen in de week? Ja, anderhalf. Nee, maar dan werk je 5 dagen, 6 dagen in de week? 5-6 dagen, ja. Dan ligt eraan de ene dag pak je de ene, de andere dag 2. Dat is maar net... Is er mee te werken met jou? Zeg ja, een ja keer? Zeker. Zeker, oh, zeker. Ja, wij hebben geen last van elkaar, joh. Nee. Ik hoor wel elke dag hetzelfde verhaal voorbij komen bij een andere klant. Dus, ja? Ja, zeker. Ja. Is dat altijd hetzelfde verhaal, alles wat hij... Ja, weet je het is. Jij ook? Kijk, er komen iedere dag nieuwe klanten. Ja. Maar ik hoor elke dag hetzelfde verhaal vertellen. Hebben jullie klanten in Vlijmen, tenminste veel nieuwe klanten, wat je merkt uit... Ja, veel jeugd. Ik heb nou een vriendengroepje, heb ik zeg maar, die ik tatoeëer. En als je er dan één sleeve zet, dan willen de 5 anderen wel ook een sleeve. En dat is ideaal natuurlijk. Wat vind je het leukst aan tatoeëren? Veelzijdigheid, kletsen met de mensen, praten met de mensen. Ja, en gewoon het werk zelf natuurlijk. En jij bent echt zo'n lekker sociaal type, jij. Ja, zeker. Ik kan de hele dag lullen. Ik zeg wel eens tegen hem, jongen, je lekt wel een verhoor hoe dat je met de klanten zit te praten. Ja, ik ben net, is vaak heel rustig. Net de psychiater af en toe, hè. Ja, maar eigenlijk is het wel zo dat je een beetje zo'n, hoe noemen ze dat? Een sociaal maatschappelijk, werker. Maatschappelijk werker ik krijg zoveel shit te horen van mensen. Ja, hè? Ja, dat maar is... ik vind het wel mooi. Ik probeer ook heel vaak, het lijkt wel alsof ik echt een maatschappelijk werker ben. Ik probeer die mensen ook echt te helpen, weet je. Je hebt beroepsschuim, hè? Ja. Vertel eens een mooi verhaal. Vertel eens een mooi verhaal. Ja, beroepsschuim. En je maakt ook wel eens heftige dingen mee. Dat je ook raakt natuurlijk, verhalen van mensen. En, heb je een relatie? Jazeker. Kinderen? Kindje, één kindje. Hoe doe je dat met je werk? Gaat dat goed? Is dat goed te combineren? Ja, goed. Ik ben 's ochtends, ik begin pas om 11 uur, 12 uur. Dus ik ben 's ochtends thuis. En dan ben ik 's middags nog een paar uurtjes thuis. En dan werk ik weer 's avonds. Dus ik zie mijn kind meer dan de gemiddelde vader, denk ik. Ja. Die gewoon van 7 tot 4, 5 werkt. Ja, echt hè? Ja. Ik moet wel even aanvullen. We hebben toen hier... Oh, hij is er weer. Jelle. Ja, ik ben er. Ik moest eventjes luisteren wat over ging. Maar weet je, om even aan te vullen. We hebben Dikke Dennis hier toe gehad. En die zei, om een goede tatoeëer te zijn, moest je zuipen of snuiven of hoerenneuken. Hij deed hij alle drie. Dus ik doe het al drie niet. Nee. Wij hebben het toen op een gegeven moment hebben het aangevuld. Dat wist hij nog niet eens, weet je. Maar als je een goede tatoeëerder bent, dan heb je op een gegeven moment meerdere kinderen bij meerdere vrouwen.
Oh, nou. Dus dan weet je in ieder geval een beetje hoe je toekomst eruit gaat zien. Ja. Nou, dat hoeft niet altijd, Jano. Ik bedoel, ik schat Elvin in als een hele verstandige jongen. Dat hoeft niet altijd. Kijk naar zijn vader en moeder. Ja, ja, ja. Nou precies. Ja, goed, 38 jaar bij elkaar. Ik bedoel, leuk man. Ik bedoel, ik vind het leuk dat je zo met je vader en je moeder kan werken. En natuurlijk bij Stef. Ja. Dat je daar echt de kans krijgt om... Want je vader is niet echt van het hele realistische, geloof ik. Hij doet meer... Met veel meer horror. Ja, precies. Hij doet dat eigenlijk alles. Ja, precies. Maar, ik moet zeggen, ik ken me nog dat verhaal van Toon herinneren. Weet je dat hij op een gegeven moment een keer een klant in de zaak kreeg? Dat weet jij nog wel. En die wou een realistische draak. Ja. En Toon heeft toen een fotocamera gegeven. Die zegt, ga even naar de dierentuin. Maak even foto's. Want dan maak ik hem naast. Dus die kerel zegt, ja, maar een draak bestaat er. Hij zegt, hoe kan ik hem dan realistisch maken? Dat is een verhaal dat is me altijd bijgebleven voor die avond. Ja. Je blijft altijd van die leuke verhalen. Kijk, blijven zeggen, dat verhaal heb ik nog nooit gehoord. Hij vraagt wat hij gisteren gegeten, dat weet ik niet. Maar... Ik loop gewoon de keuken in. Ik weet niet eens meer wat ik kom doen. Weet je, maar zulke soort dingen weet ik dan weer wel. Ik praat even mee in de microfoon hier zo. Ja. Ja, we zijn alweer aan het einde van deze aflevering. En, heb je die van Rinto gekregen, die flesjes? Ja, van Rinto, ja. Hij maakt wel mooie flesjes, hè? Ja, van Rinto. Ja, nee, dat meen ik, ja, want ik heb hem op Instagram. Ik vind die mensen mooie tekeningen. Moest maar, dat is eigenlijk de reden. Maar ik ben getatoeëerd eigenlijk. Ja. Echt waar? Die stijl. Ja, maar die man, dat is mooi. Ja, dat is echt. Dat zat er ook bij ook altijd. Sir Peterlot. Er staat erbij Sir Peter, die blijft tekenen en schilderen. Ja, dat is echt. Maar dat is eigenlijk de reden waarom ik ben gewoon tatoeëerd. Daar stond mijn dingen allemaal vol mee. Wij hebben ook respect voor de oude tatoeëerders. Ja, goed. Rinto en Darko hebben wij in de podcast ook gehad. Kunnen jullie ook even terugkijken? Rinus. Rinus, ja. De Soes. Je warme oren, Wilco. Ja. Maar mochten jullie dit een hele leuke aflevering vinden, doe even een duimpje en abonneren. Ja. Abonneren ook vooral, jongens. Ik bedoel, daar zijn wij heel erg blij mee. En normaal krijgt iedereen natuurlijk zo'n inkspijter ding. En die moeten we nog even zoeken, want we hebben een nieuwe studio. Wat we in ieder geval hebben, in ieder geval om op video te zetten, is een truitje. Ja, die komen er nog meer aan, hè? Ja, dit is een 7x XL. Ja, dat is helemaal. Hij heeft er al eentje aan. Hij heeft er al eentje aan. Dankjewel. En mag ik jullie ontzettend bedanken. Elvin. Ja, jullie ook. Ja, ik bedoel, wij voelen ons zeer vereerd. Dus, Supergezellig. Welkom. Bedien, Toon. Ja. Nee, maar ik vind het leuk. Leuke mensen. En heel snel plezier. Ja, yes. Ja, we gaan wat sneller.